Koningin Maxima, ik zou graag willen vragen om het Business Forum te openen. We gunnen alle jongeren de kans om hun droom waar te maken. Maar we weten ook hoe moeilijk dat vaak is, want kansen zijn nu eenmaal niet gelijk verdeeld. Meer jongeren maken hun opleiding af en hun opleidingsniveau stijgt. Maar nog steeds zijn 140.000 jongeren werkloos. En als er niks gebeurt, dan dreigen we deze jonge mensen te verliezen. We mogen dit niet laten gebeuren. De Business Club helpt bij het aanpakken van al deze factoren. Ik wil iedereen die zich hiervoor inzet heel hartelijk danken. En speciaal alle Business Club coaches die vrijwillig hun tijd, aandacht en ervaring schenken. Dus ik hoop dat wij na vandaag geïnspireerd naar huis gaan om echt meer jongeren te helpen. Dus ik wens jullie allemaal heel veel succes en zet maar op. Dankjewel. Kun je iets vertellen over wat je nu doet? Je hebt je eigen bedrijfje. Ja, ik wil voor mezelf beginnen met kleding. Ik ben nu aan het leren hoe ik kleding moet maken, maar ik heb nog geen ervaring. Dus ik werk echt aan mezelf en voor mijn bedrijf. Tijdens het forum willen we eigenlijk alle mensen die op een of andere manier te maken hebben met jongeren aan het werk helpen, met elkaar in gesprek brengen. Om uit te wisselen wat nou de best practices zijn, wat ze misschien nodig hebben, wat misschien de ander kan geven. Hoe je van elkaar kan leren om jongeren sneller aan het werk te helpen. Het is heel belangrijk om niet alleen de jongeren en de interventies bij elkaar te brengen, maar ook de werkgevers. Zodat we de gemeente, de werkgevers goed kunnen samenwerken en met de jongeren erbij echt kunnen uitvinden van hoe kunnen we nou zorgen dat jongeren die normaal niet snel een baan krijgen, toch die kans krijgen om te bewijzen wat ze kunnen. De Business Club doet niet alleen goede dingen voor jongeren, maar heeft ook laten zien door hun PSO-certificering op trede 3, de hoogste trede, dat ze ook datgene wat ze zelf uitdragen ook zelf doen. Ik heb een groot netwerk tussen de 600 of 700 bedrijven die PSO gecertificeerd zijn, die ik heel graag in contact wil brengen met mensen van de Business Club, members, andere stakeholders die daaromheen hangen, om die werelden met elkaar te verbinden. De gemeente Eindhoven heeft het mede mogelijk gemaakt, samen met TNO. Daar ben ik ze zeer dankbaar voor. En samen hebben we een enorm gaaf event georganiseerd. PSO-organisaties doen bij uitstek heel veel voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar er zijn natuurlijk organisaties die specifiek heel veel voor jongeren doen. Ja, dan moeten we misschien ook maar eens even een bedrijf in het zonnetje gaan zetten die specifiek veel voor jongeren doet. Het is de man Henk Hulscher van Intel. De jury heeft na ampel beraad hoe je als individuele onderneming het verschil kan maken. Dat is jeugd plus jeugd. Ik hoop dat met dit forum niet alleen Eindhoven, Rotterdam en de steden die het nu doen, maar dat veel meer innovatieve ondernemingen en innovatieve steden en investeerders met z'n allen de jeugdwerkloosheid op gaan lossen. Wat ik heel mooi vind aan het forum vandaag is dat koningin Maxima wegging en zei, dit moeten we echt verder aanpakken. We moeten nog meer steden bij elkaar brengen rondom SIPS en het Rijk zou daar ook in mee moeten stappen. En dan denk ik, ja, het heeft haar ook echt geraakt. Het is nu niet afgelopen, het forum moet zeker nog 2 jaar door en we moeten hier verder timmeren zodat we nog veel meer succes bereiken.